Goedemorgen, het is vandaag maandag. Toch? Ja. Dus vandaag maandag zijn we wakker geworden in Barcelona. Het is 9:10. Fucking vroeg. We gaan ontbijten, we gaan winkelen. En vanmiddag is het feestje van Totally Summer van GoGo. En ik heb er echt heel veel zin in, maar we wilden vandaag ook echt iets aan onze dag hebben. Dus ja, ik ga me snel klaarmaken. En Nick heeft al gedoucht en is gaan opmaken. Dat ga ik nu ook allemaal doen. En dan gaan we de deur uit. Dit is wat ik aan heb. Body is van Most Wanted. Dit is een broekje van Zara. Het lijkt alleen een rokje. Alleen van achter vind ik deze outfit dus veel leuker dan van voor. Maar ik doe het er maar even mee. Balenciaga tas. En Michael Kors slippers. Ik zag deze laatst in Joret staan. En ik moest slippers hebben. En dat was soort van de enige normale winkel waar ze een beetje dingen verkochten. En toen dacht ik, nou, ik vind die sandaaltjes is wel leuk, maar so be it. En Danique, Most Wanted, Louis en Nicky. Oké, we gaan nu naar mijn favo ontbijt en brunch spot in Barcelona. En I love it, ik kijk er echt naar uit. And there we have it, brunch and cake. Woehoe. We hebben ons eten en het ziet er goed uit. Love it. Taban. We hebben net gegeten bij brunch en cake. Vet chill. Alleen wat ik wel een minpuntje vond, is dat we de drankjes pas kregen toen het eten al bijna op was. Dat vind ik altijd echt slecht, want je wilt gewoon tegelijk. We gaan nu eventjes winkelen, aangezien we dat gisteren wilden doen en het gisteren niet kon. Zo naar links en dan naar rechts. En we moeten om 4:15 bij een hotel zijn. En dan gaan we richting Totally Summerfeest in een bus. Dus ik hoop dat het allemaal leuk wordt, maar daar ga ik wel van uit. Na het winkelen zijn we eventjes naar de hotelkamer gegaan. Mijn stem is echt terug aan het komen. Ze heeft naar de hotelkamer gegaan. Je moeder erbij is. Mijn moeder is erbij. En toen heb ik even een middagdutje gedaan. En die krijgt de T-tape niet vast. En nu zijn we onderweg naar een ander hotel in Barcelona. We worden opgepikt door Totally Summer. Door GoGo. En dan gaan we naar het Totally Summer feestje. Dus we zitten nu in de taxi. En ik wou lekker kort. Ja, lekker kort. Ik ga gewoon moe, dus ik kan naar mezelf kijken en praten. Dit ziet er wel leuk uit. Ja, jij houdt er niet van, hè? Van die houten dingen. Oh ja, ik heb wel dingetjes geshopt. Dat laat ik wel zien als we terug zijn op de hotelkamer. En nu gaan we vooral even afsterven in de taxi. Fucking heet. Vandaag interesseert het me geen tyfus waar wie vandaan komt. Het enige wat ik wil weten is iedereen die vandaag hier staat, zijn jullie bereid om met z'n allen één grote familie te worden en de gezelligste feesttent van het hele land te worden? Als er mensen zijn die genoeg energie hebben, mensen die vandaag de beste feesttent van de wereld kunnen worden, mensen die hebben genoten van Monica, mensen die hebben genoten van Manuel en Geza, mensen met energie en liefde in zichzelf, kom in elk geval naar de rand van een zwembad. Liever nog, kom in dat zwembad. Want ik zou jullie zeggen, alle mensen die buiten het zwembad staan, hoor dit. Alle mensen in het zwembad, make some noise! Ik heb het idee dat dit feestje nog steeds in het zwembad is. Dus kom allemaal naar voren en laten we kijken of dit de gezelligste feestje van de wereld wordt. Want dit is los, gaan ouwe kids. Zweten in bunny, worship en dansen nog niet. Zeg kaartje, papi!
We zijn net afgezet in Barcelona weer. En we pakken nu even een taxi weer naar het hotel. Het is zo. Het is 10 uur volgens mij. Wij zijn echt. Oh god, niet helemaal daarin lopen. Jezus. En we zijn best wel moe, dus wij gaan gewoon lekker naar het hotel en slapen. Morgen weer op de dag reizen. Het was wel echt een superleuk feestje. Ja, iemand staat hier te yoga. I don't know wat hij staat te doen, maar goed. Het was een superleuk feestje, alleen ja, het was een beetje moeilijk omdat het in een zwembad was. Wat overigens wel echt heel leuk was. Alleen, ja, dat is een beetje moeilijk. Sommige mensen willen het water niet in en weet ik het wat. Maar verder, was het top. En we gaan nu lekker in bed liggen. Yeah. En ik hou echt heel veel van Barcelona. Nou, we zitten weer in de hotelkamer. En ik ga mijn make-up afhalen en lekker mijn bed in. Ik ben helemaal kapot. Morgen wordt de hele dag reizen, dus dat ja, zien we dan wel. Ik heb de wekker om 10 uur gezet en hebben we gewoon nog eventjes om mijn koffer in te pakken en chill. Maar voor nu lekker vlogjes kijken en slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En zie ik je graag morgen weer.